Het is eindelijk zover. Ja, morgen mogen we dan eindelijk naar de stembus. En dat belooft deze keer spannender te worden dan ooit. Vier partijen schommelen in de peilingen dicht om elkaar heen, waardoor de uitslag nog allesbehalve te voorspellen valt. Voor de politici betekent het in ieder geval een einde aan de campagnetijd. Dus vroegen wij ons af wie deze tijd volgens jullie het beste heeft besteed. Welke partij vinden jullie dat het de beste campagne heeft gevoerd? PvdA, die is bij ons aan de deur gisteren nog geweest. En verder hebben we nog geen partijen, ja, wel onderweg gezien, maar niet aan de deuren. Ja, ik heb met name gewoon stemwijzers gedaan. Dus niet zo heel erg verdiept in de campagnes. Nee. Ze hebben verder ook niet gekeken naar debatten? Die van Jeugdjournaal. Er zijn verschillende partijen die wel heel goed zijn in het voeren van campagne. En ik denk op dit moment die Wilders, dat die wel goed bezig is. Maar het is niet mijn partij. Ik vind dat die moet niet aan de macht komen. Dus liever niet. Ja, ik zag dat PVV ineens heel groot was in de peiling. Dan denk ik dat ze heel goed campagne hebben gevoerd sinds als je ziet wat ze andere jaren hebben gedaan. Dus dat wel. Ik weet het eigenlijk niet zo. Ik heb er eerlijk gezegd ook niet heel veel van gezien. Ik weet wel dat er bepaalde partijen zijn die echt wel dingen aan het uitdelen waren. Ik weet bijvoorbeeld de SP was spons aan het uitdelen. Maar ik moet zelf eigenlijk ook nog de stemwijzer invullen. Dus ze doen allemaal wel het best. Maar ene komt heel dichtbij in de buurt en de andere via reclame aan tv. Heeft de campagnetijd uw stem beïnvloed? Ja. Denk ik wel, ja. Ze willen dan aardiger doen naar elkaar, maar je ziet dat het eigenlijk niet zo heel erg gebeurt. En dan zet ik weer weg, want dat hou ik niet zo van. Nou, ik heb, doordat ik mensen meer in beeld zag, wel een ander beeld van mensen gekregen, ja. Heb je veel politici langs zien komen op TikTok? Ja, dat wel. Ik heb wel redelijk wat politici zien voorbij komen op TikTok, ja. En als we dan kijken naar de campagnetijd, heeft dat jouw stem beïnvloed? Ja, ik denk het wel, want op TikTok is natuurlijk wel een beetje bekend geworden van welke partij doet, zeker, ja. Nee, we wisten het van tevoren al. Nee, op zich eigenlijk alleen negatief, al hoe ze allemaal doen, ja.